Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu launcht zaterdag haar eigen schoonmaakcampagne. Minister Silvano Tjonaheng zei gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers dat het ministerie heeft besloten haar eigen activiteiten te organiseren na de organisaties die al bezig waren met de World Cleanup Day. We wisten dat andere organisaties ook al bezig waren, dus we willen elkaar niet voor de voeten lopen. Hebben wij dus besloten om onze clean-up activiteit deze zaterdag te doen. En we beginnen in Latour, waarbij we jongeren zullen inschakelen om hun omgeving schoon te houden. Het begint bij Latour. We willen dit niet doen vanwege alleen een World Clean-up Day. Ik denk dat dat een beetje te kort om de bocht is. Schoonmaken is een zaak die je dus duurzaam moet doen. We beginnen in Latour en het is de bedoeling dat wij waarschijnlijk om de ene maand dat wij een andere buurt zullen aandoen waarbij we jongeren inzetten om schoon te maken en de jongeren krijgen daarvoor een tegemoetkoming. Tjonaheng zegt dat er een registratie vooraf is gegaan voor participanten. De schoonmaakactie wordt in de toekomst uitgebreid. Voor nu gaat het om een pilotproject dat aan een evaluatie zal worden onderworpen. We hebben dit per se gedaan in het kader van de vakantie, omdat we dachten dat het toch ook goed uitkomt dat die jongeren een tegemoetkoming krijgen. En het gaat in deze voornamelijk om jongeren uit zeg maar, de zwakke inkomensgroepen die we tegemoetkoming geven, zodat ze, en ze krijgen dus een bon van een van de zaken waar schoolspullen gekocht kunnen worden. En op die manier proberen we ze tegemoet te komen. Tjonaheng zegt verder dat de middelen voor het project niet van de overheid komen. Het zijn enkele lokale organisaties die hun bijdrage hebben geleverd. Jongeren die zaterdag meedoen krijgen voor hun goede inzet iets terug.